De avond voor de Oscars worden traditiegetrouw de Golden Raspberries uitgedeeld, de jaarlijkse prijzen voor het slechtste wat Hollywood heeft voortgebracht. De grote winnaar van deze editie was Holmes & Watson van regisseur Ethan Coen. Voor actrice Melissa McCarthy werd het een avond met twee gezichten. Holmes & Watson, een Sherlock Holmes comedie, won niet alleen de Gouden Framboos voor slechtste film, maar ook die voor slechtste regisseur, slechtste herwerking en slechtste mannelijke bijrol, John Reilly. Melissa McCarthy kreeg een Razzie voor haar rollen in de Muppet-film The Happy Team Murders en in Life of the Party. Maar ze won ook in die categorie van Razzie-sterren die revanche namen met een onverwacht goede rol. McCarthy is genomineerd voor een Oscar voor haar rol in Can You Ever Forgive Me? Ook de Amerikaanse president Donald Trump werd onderscheiden. Voor zijn rol in de documentaires Fahrenheit 11.9 en Death of a Nation werd hij uitgeroepen tot slechtste acteur.